Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag maandag, een week later dan dat ik normaal de vlog open, zeg maar. Beetje onduidelijk misschien. Maar ik heb deze week wel wat gefilmd, heel weinig. Maar ik had de vlog helemaal niet geopend. Ik begon in de ene gewoon weer met filmen en... sorry, ik moet even wat beter zitten. Ja, is een beetje een onduidelijke vlog en heel kort waarschijnlijk. Maar bij deze wil ik jullie dat even vertellen hoe of wat dat komt. Door hoe of wat dat komt. Aangezien ik maandag en dinsdag helemaal niks heb gefilmd. En toen woensdag wel weer wat. En nou, steeds een beetje wat. Maar ik vind het heel raar om dit zo vloep eruit te gooien. Maar het hoort bij het leven. Maar meeste opa is overleden. Die werd maandagochtend opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding. En toen hebben we die avond, maandagavond, gelijk afscheid van hem moeten nemen. En toen is hij de nacht van maandag op dinsdag om 4 uur 's nachts overleden. En nou ja, dat was dus natuurlijk echt gewoon allemaal echt heel kut en heel heftig. En heb ik natuurlijk niet mijn camera daarbij gepakt. Dus die dinsdag ben ik gewoon de hele dag ook met mee geweest en alles. En vanaf woensdag, zeg maar, natuurlijk, het blijft heel moeilijk. Maar ja, je hebt wel de maandag echt al de hele dag en alles gehuild. Dan dinsdag ook. En dan woensdag ging meestal ook gewoon weer naar school en zo. Want je moet toch een beetje afleiding ook hebben. En je kan er niet eeuwig in blijven hangen natuurlijk. Maar dat was wel heel moeilijk. En ook omdat het allemaal zo plotseling en in ene heel snel is gegaan. En Mees en ik hebben allebei eigenlijk nog nooit iemand echt dichtbij ons verloren in de familie. Dus dit is voor ons ook echt de eerste keer. Dus dat is ook allemaal nieuw en heel heftig. Dus het was echt gewoon heel erg kloten. En ja, het hoort natuurlijk wel bij het leven. Hij zou dit jaar 85 worden, dus een mooie leeftijd. En hij heeft een rustige dood gehad. Hij lag in coma namelijk in het ziekenhuis. Dus we hebben hem ook niet meer kunnen spreken, maar ja, wel tegen hem kunnen praten. En toen, in de avond lag hij in nog een diepere coma. En toen, is op een gegeven moment gewoon klaar. En heel kut en heel sneu, maar het hoort erbij. En hij heeft een mooie dood gehad. Zeg maar, wat ik zeg, dat zeg maar niet pijnlijk. Dus gewoon rustig is hij overleden. Maar dat was allemaal heel kut en daarom heb ik heel weinig gefilmd. Toen, vanaf woensdag, heb ik wel weer dingen gefilmd en wil ik het jullie gewoon weer laten zien. Maar ik dacht, ik vertel dit wel nog even, dan weten jullie misschien een beetje waarom en hoe of wat. Misschien had ik het niet hoeven vertellen, maar het hoort er wel allemaal bij. We hebben natuurlijk ook binnenkort de crematie en zo. En dan hoef ik het niet allemaal dan weer uit te gaan leggen. Dus, vandaar deze wat minder lange vlog. En that's it. Ik hoop dat jullie de vlog leuk gaan vinden. Veel kijkplezier. Ik ben lekker aan het lunchen met de meiden. Heerlijk. Gezellig. Zo ongemakkelijk. Nee, dit is niet ongemakkelijk. Dit is leuk. Gezellig. Yes. Oké. Nou, ondertussen is het even later. Jullie zijn zo kater. Ik dacht dat het echt een stuk later was, maar we waren hier pas 2:15. We zitten hier 2 uur. Is dat lang? Of niet? Gewoon prima. De tijd ging zo snel. Zo gezellig. Er zit hier nu wel een tijdje gezellig te babbelen. Maar ik moet zo meteen werken, dus we moeten zo weer loezen. Yes. Ja, weet je wat het vervelende is? Ik doe dit altijd bij jullie. En jullie zitten alsnog thuis. Ja, want wat wil je dat ik ga zeggen? Gesprek en opeens pak je je camera en ineens pak je een deur bij. Daar zit een muntje. Zo denken ze dus over mij. Weet je dat ook gelijk? Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. En ik weet niet of jullie mij zo goed zien, want ik kijk in de zon, dus ik zie zelf vrij weinig. Maar ik ben lekker met Scootapot aan het lopen. Want ik had vandaag bij Mees geslapen, want ik moest werken vanochtend in Hoofddorp. En dan ben ik nu mee klaar. En ik ging nu weer naar Mees toe, want ik ging voorbereidingen doen voor het eten voor vanavond. Want Mees, Jacine, Marlijn en ik gaan vanavond bij zijn oma eten. En wij gingen koken. En toen kwam ik thuis en toen was Scott hier naar buiten. Dus toen dacht ik, Scott, gaan we dit echt doen? Scott hield altijd hier zo helemaal die bosjes in. Maar kom, we gaan wel daar, dan kan je los. Gaan we niet doen, daar heb ik geen zin in. Scott wil lopen, dus ik dacht, ga ik lekker met Scott lopen. Want het is heerlijk weer. En Scott kan soms wel lief zijn. Nee, hij is lief. Hij is een doerak. Soms bij mij dan, hè. Bij meest luistert hij vaak wel. Bij mij is hij vaak een doerak. Maar ik ben even lekker met Scott lopen. Sorry voor mijn gezicht, want ik kan zelf echt amper wat zien. En dan ga ik lekker even de voorbereidingen doen voor het eten. En dan komt Jacine mij ook helpen. En dan nemen we alles mee naar meester oma toe.
En dan komen Mees en... Oh, daar is Georgine. Ik zie die aankomen rijden nu. Mees en Marlijn komen wat later, want die moesten nog werken en naar school. En Georgine en ik waren al vrij, dus dan dachten wij, gaan we alvast naar oma. Dus ik had zit helemaal te kijken, alsof je die auto herkent, joh. Dus dat. Ik zie jullie zo, wanneer ik jullie ook kan zien, want ik zie mezelf nu echt niet. Volgens mij zie ik niet op zijn best uit. Maar oké. Ik loop gewoon lekker in een blazertje met een topje eronder. Omdat het zo ook lekker weer is, jongens. Genieten. Bij Mees en oma. Dus we hebben hier gezellig gegeten. En Mees en Marlijn kwamen ook nog later. Want die hadden nog school en werk. En wij waren wat eerder vrij. Dus zijn wij hier eerder heen gegaan. We hebben gezellig even wat fotootjes op de iPad uitgezocht. En alles met Mees en oma. En nu hebben we dus lekker gegeten. Toetje gegeten, alles. En ik bedacht meteen, ik heb helemaal niks gefilmd. En ik heb deze vlog al zo weinig gefilmd. Dus ik dacht, ik ga even wat filmen. Dus ik sta nu even in de keuken. Maar het is echt heel gezellig. Dus we zijn nu nog lekker aan het kletsen bij de eettafel en zo. Dus dat. Moet je, kan je het zien? Ik weet niet hoe het moet. Maar hij staat zo. Zo staat hij. Zo. Valt hij op. Hij valt. En die vindt het ook wel zo leuk om met mij te spelen. Iedereen vindt het leuk om met u te spelen. Nou, niet iedereen. Nee. Goedemorgen. Het is 10:30 geweest. En Mees en ik zitten in de auto. Mees met zijn nieuwe jack aan. Nee, je showt hem niet? Oh, ja. Ik kan niet zo goed showen. Nou ja, Mees heeft deze jas van zijn opa geërfd eigenlijk als het ware. We waren gisteren dus bij Mees' oma eten en toen ging ze aan de kapstok en toen had ze ook zulke petjes als Mees draagt van zijn opa. En zei ze, ja en die, en doe die jasjes aan en alles. Echt super lief. Dus nu heeft Mees echt een fucking leuke nieuwe jas. En allemaal leuke petjes. Toen heb ik gisteren verder niet meer echt heel veel gefilmd, maar in de avond kwamen Mats en Kels nog naar mij, want we hebben bij mij geslapen. En toen hebben we een filmavond gehouden. Dus dat was ook gezellig. En nu zijn Mees en ik onderweg naar Mees, want Mees gaat naar een nieuwe auto kijken, want dat heb ik helemaal niet verteld. Maar Mees heeft zijn Audi RS. Oh, RS? Niet? Jezus Christus. Oh, wat dan? Een Audi A1. Audi A1? Een RS6. Oh. Audi RS6. Dat klonk zo bekend. Ja, dat is die van die YouTubers. Audi. We zijn lekker fit allebei. Ik heb heel veel slijm in mijn keel. Zijn Audi A1 heeft hij verkocht. Dat heb ik helemaal niet gefilmd. Of was dan ook zo te groeien bangen. Maar ja, die is loezoe. Dus nu is hij aan het kijken voor een Abarth. Maar heet het Fiat 500 Abarth of Fiat Abarth? Abarth is gewoon... Abarth is de versie. Nee, Abarth is gewoon... Degene die de motor aanpakt. Oh. En de sportpakket en alles. Het is dus zeg maar Fiat 500, maar dan een sportversie. Ja, maar en... het bedrijf Abarth staat apart van... Oh, echt? Van Fiat. Nou ja. Jullie zullen het vanzelf allemaal wel zien, want hij gaat dus vandaag naar eentje kijken. Het is een 595 Abarth, geen 500. Oké, okay, 595 Abarth. Hij zal hem nu niet gelijk meenemen. Maar jullie zullen het binnenkort wel zien in de vlog. Maar dus ga ik nu weer naar Mees' oma. Want Mees, zijn moeder, die moest mee naar de auto kijken. En die zou eigenlijk met zijn oma gaan. En toen zei ik, dan ga ik wel met oma. Zodat jullie naar die auto kunnen kijken. Dus, het is lekker weer. Dus we gaan even lekker wandelen en dan gewoon gezellig gaan. Ja, kut man. Zo, oh, nee, so, that's the plan for today. En ik ben echt rood. I'm not going out. Kijk hoe rood je bent. Jezus. Ik kom net vanaf de Lidl hier, want ik heb even aardbeien gehaald. De meeste oma had gisteren al de hele tijd over dat ze aardbeien wou, maar dat ze bij de Albert Heijn niet meer hadden bij haar. Het is helemaal waar uitverkocht. Dus nee, ik heb aardbeien gehaald. En ze hadden heel schattig een bosje tulpen, die heb ik gehaald. En ik heb toffievee dingen gehaald, maar die zijn wel echt voor mij. Omdat, hoe ga ik dit doen? Oh, mijn auto is zo vies van het zand. Ik ga hem echt vandaag wassen. En ik haat hem in mijn eentje te doen, maar ik ga het toch echt doen. Maar meeste oma die heeft... suikerziekte best wel heavy en ze zegt altijd dat ze erop let, maar ze is ook een snoeperd, want als je in haar kastjes kijkt thuis, heeft ze alleen maar zoetigheid liggen en zo. ik denk dat ik die al lekker voor mezelf haal, want ze zien er zo lekker uit. Maar ik ga dus nu verder naar mijn oma. Hola, ja die is van jou. Het is vandaag
Ik heb het vlog al vandaag geopend. Maar het is dus een tijdje later. Het is ondertussen denk ik. 10 uur. 10 uur. En wij zijn ons aan het klaarmaken voor het uitgaan. Want wij gaan vanavond uit. Ik heb vanmiddag niet meer gefilmd dat ik mijn meeste oma was. Maar daarna ben ik nog even naar Cubits gegaan. Want Bowie en Imani waren daar met een dodo. Dat was heel lief, heel klein. En er waren nog maar bekende zoon. Daarna moest ik werken. En naar werk was Kels hierheen gekomen. Nu zijn we aan het ready maken voor uitgaan. En ik dacht, ik wil dat filmen. Want dan heb ik zeg maar deze vlog nog een beetje wat gefilmd en zo. Maar ja, we hadden ons ook aangekleed. En verder qua make-up doen we ook niet echt per se wat of zo. Dus... Maar een highlighter. De highlighter is de shit. Dit is hem jongens. Hij is wel kapot. Hij is kapot. Wat is het eigenlijk? Maar het is denk ik... Kis kis spel. Kijk, blusher. Ik zei het toch. Color blusher. Zo pak ik wel eens make-up op. Maar... Beide denk ik. Ja, ik denk dat het in één is. Want highlighter is toch gewoon... Highlighter is glitter. Ja, dit is combi. Maar het staat dus voor color blush. Maar waarvan is hij? Weet je niet. Ja. Gaan we een keer een leuke video samen opnemen, Kels? Nee, daar word ik heel ongemakkelijk van. Maar je moet toch wel op een gegeven moment echt gaan wennen aan het vlogleven. Eerlijk. Zoals wat? Wat voor video denk je aan? Ja, weet ik niet. Jongens, wat zouden jullie willen zien van mij, Kels? In de comments. We kunnen wel zo een get ready for, with us for night out doen. Maar ja, het is niet dat we echt heel veel doen. Kledingstress is meer. Ja, maar nu hebben we niet eens soepel. Maar en dan, we doen ook wel vaak een drankje bij. Omdat het in de stad gewoon belachelijk duur is. Ja. Dat is echt zo. Ik had alleen nog maar deze dikke rietjes thuis. Dus vandaar dit. Even deze hoogte is bij Jezus, wat een pot, meid. Ja, Salina. Moet er niet stil zijn? Nee, maar er gaat wel door. Echt? Ja. Ik wil dus deze plukjes. Even goed doen. Want? Maar eerlijk, kijk, deze kant is op zich prima gewoon. En dan heb je dit. Ja, daar zit wel meer in. Ja, dit is altijd gewoon gezeikt, die kant. Maar als je wel kijkt, is dat niet gelijk. De vorige keer zeek je ook toen jij dit had gedaan. En nu toch weer. Met een plukje. Ja. Ja, de vorige keer nog een plukje zat geknipt. Ja. Liep ik ook alleen maar te zeiken. En nu heb ik het toch weer gedaan, loop ik ook alleen maar te zeiken. Ja, weet je, keuzes. Ja. Oh my god, zo. Oh my god, help. Hoe dan? Nou, als je het kan hebben. Het is zo. Hoe dan? Hoe dan? Je hebt het helemaal erg gemaakt. Maar gewoon kan je niet zonder zien. Oh, wat erg. Maar die rollers die hoeven niet echt, vond je wel? Het was nog meer voor de sier of zo. Nee, ja, zo. En ik weet niet hoe het was. Maar niet. Oh. Eerlijk, je ziet altijd dat mijne dit zo doen. Ik doe mijn haar nooit, dus. Zou ik wel eens zien. Dit is zo jammer. Dit is echt heel kut. Kan je niet nat maken of zo, weet ik veel. Ja, en dan moet het weer drogen. Of sprayen of zo, met water. Heb je dat? Weet ik veel. Maar kijk, deze zit op zich. Girl. Dit is de outfit, jongens. Dit topje is van XOMO. Ja. Deze broek is van de Bershka. Dit is mijn all day, everyday broek. Kels? Nee, ik ga dit niet doen. Dit is van later. Dit topje is van de Zara. En de broek is van Stormy. Toch? XOMO. Oh, echt? Dit is van XOMO. Ja. Oh. Ja hoor, ik dacht dat je kende. Hola, het is vandaag zondag en het is ondertussen al een tijdje later. Ik ben al lang wakker. En ik heb een nieuw joggingpak aan. Van mijn moeder was hij, maar mijn moeder vond hem toch niet zo leuk. Ze had hem echt al een half jaar in de kast liggen, nog nooit aangehad. En toen deed ze hem vandaag aan. Toen zeg maar omkleed omdat ze het niet leuk vond. Dus ik denk, oh my god, dat was echt... Sorry. Dus ik denk, ik doe hem lekker aan. Ik ben echt heel moe. Maar ik moet zo werken. Nou ja, zo, over een paar uurtjes. Het is nu 3 uur. Ik moet 5 uur werken. Maar meisjes hier, Bowie en Imani komen zo met de dagoe. Dat kan ik met jullie laten zien. Ja, want er is nu voetbal en vanmiddag Formule 1. Dus helemaal sportief dagje. En mama heeft natuurlijk weer de tafel vol neergeknald. En meisje natuurlijk weer te eten. Ja. Hi. Berghuis. Ja, maar dat moet ik gewoon stoppen. It's Evie. Je wil gewoon nog een keer halen.
de toekomst. Ajax is deze tweede helft voorlopig niet in de toekomst. Ja, smaken we daar. Oh, zo lief. Oh, zo lief. De Formule 1 gaat zo beginnen en we hebben hier nog Ajax aan. Daar ligt het kleine draakje. En nou, wat een zondag. Ik moet over 3 kwartier weg. Dankie. Hè hè. Hè hè. Oh jongens. Dit maakt het ook zo spannend, dat geluid. Oh jezus. Links is dat dan. Verstappen krijgt hij de kans om de auto weer tussen te gooien. Nee, want Leclerc gooit de deur dicht. Verstappen moet dus kiezen voor de buitenkant. Zit aan die buitenkant, maar kan niet mee. Sainz zit ook aan de buitenkant. Oh. Verstappen, kan hij hier dan naar binnen? Dat niet. Leclerc, Verstappen, Sainz en een goede start voor Hamilton die voor Perez zit. Ook Magnussen is geweest. Het is vandaag maandag, een dag na zondag. Zondag, de dag dat ik deze vlog had af moeten sluiten, maar niet heb gedaan. Ik was namelijk hier natuurlijk bij voetbal kijken met z'n allen en daarna Formule 1. En toen moest ik ineens plotseling, nee niet plotseling, ik moest gewoon werken. Maar toen heb ik me heel snel klaar moeten maken en zo, omdat ik moest werken, want ik wou natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven. Dus daarom heb ik de vlog nog niet afgesloten en ga ik dat nu doen. Dus ik hoop jullie de vlog leuk vonden. Ondanks dat hij wat korter was en het begin misschien een beetje treurig was, maar dat hoort erbij. En ja, het is niet anders. Ik hoop dat mijn volgende week vlog een beetje wat leuker wordt en wat langer, maar... Pardon. Ik weet het allemaal nog niet. Jullie gaan het allemaal zien. Hopelijk. Als jullie mijn volgende week vlog kijken. Dus doe zeker het belletje aan om niks van mij te missen. En hopelijk tot bij mijn volgende video.